1 jaar burgemeesterschap. We zitten in het hol van de leeuw. De plek waar het allemaal gebeurt, dat is natuurlijk zwaar overdreven. Roelof Bleker trad ruim 1 jaar geleden, 1 februari 2022, aan als burgemeester. En we blikken gewoon even met hem terug op dat afgelopen jaar en op zijn burgemeesterschap. Roelof, wat fijn dat we even hier mogen zijn. Het hol van de leeuw, je maakt het spannend. Ja, daar komt nog wat tromgeroffel onder, om het echt helemaal spannend te maken. Maar je zit een jaar ruim als burgemeester. Dus een jaar terug in Enschede ook, maar dan in een bijzondere functie. Ja, leuk om even terug te kijken. Ik zat even te kijken, weet je, dit stadhuis 1932. En ik heb even de burgemeesters die inmiddels zijn overleden. Daar gaan we het niet over hebben per se, maar Edo Bergsma, Meijne van Veen, Auke Johannes Vleer, Co Wieringa, Jan Mans inmiddels natuurlijk. Die hebben bijna allemaal inmiddels een brug naar zichzelf vernoemd, of een straat, of een laan, of een monumentje, het Ei van Co. Dat heeft een bijzonder verhaal trouwens. Maar dat is nogal een illuster gezelschap, alles bij elkaar. Dit zijn ze niet allemaal, maar dit zijn voor Enschede natuurlijk toch bekende namen. Mm-hmm. Mannen van betekenis die in de geschiedenisboeken staan van deze stad. Deze kamer, die mannen hebben hier gezeten ook. Dit is volgens mij de kamer waar het is altijd de burgemeesterskamer geweest. Ja, dit is altijd de burgemeesterskamer geweest. Vanaf de jaren 30 dat hier het stadhuis gebouwd is. Prachtig stadhuis, vind ik. Dat wil ik toch maar even weer gezegd hebben. Ik vind het echt een van de mooiste van Nederland. Klopt. Volgens deskundigen ook een van de 4 mooiste van Nederland. Nou. Naast bijvoorbeeld Hilversum van Dudok. Ja. Ook de raadzaal is prachtig. Ja. Ja, voor mij ook mooi om hier terug te zijn. Ik weet niet of alle kijkers dat weten, maar ik heb 25 jaar in Enschede gewoond. En onze kinderen zijn hier geboren en hun lagere school ook gehad. Dus ik ken de stad goed. Dus vaak zijn burgemeesters die komen van ergens anders vandaan en gaan dan naar een grote stad als Enschede. Dus voor mij is het echt weer thuiskomen in Enschede. En deze kamer, ja, je zegt het al, hier hebben illustere voorgangers gezeten. Besef je dat als je hier aan het werk bent? Ja, niet elke dag natuurlijk, maar zijn er momenten waarop jij, dit heeft toch echt wel geschiedenis? En ik sta in een lange rij van voorgangers. Ja, die kamer, je merkt wel dat de kamer is, god, ben ik ook eens in de burgemeesterskamer. Dan denk je, oh ja, dat is bijzonder. Want het is misschien gek, maar ik zie mezelf toch ook gewoon als Roelof. Hè? Dus, de burgemeester. En dan denk je ook even aan de rol die je hebt, de positie die je hebt. En en ook wel die voorgangers hoor. Kijk, wat ik wel denk is dat als je het een behoorlijke periode doet, dat daarna ook veel wordt toegeschreven aan de periode dat die burgemeester er was. Dus dan wordt het nooit de burgemeester. Dan wordt het muziekcentrum van Co Wieringa. Ja. En natuurlijk heeft hij daar een sleutelrol in vervuld, maar ook vele anderen. Zoals vroeger dat Edo Bergsma zelf min of meer de single tekende, die tijd komt nooit terug. Nee. En ik heb ook wel gehoord van voorgangers die makelaars belden en zeggen, ga daar en daar grond aankopen. Want dan gaan we daar een nieuwe wijk plannen bijvoorbeeld. Ja, zo kan het ook niet meer. Nee. Dus voor een deel. Je bedoelt daarmee te zeggen dat die rol van de burgemeester in die zin echt wel veranderd is. Is dat het stempel dat je op een stad drukt misschien wat minder nadrukkelijk is? Nou, dat moet nog blijken, Dus, dat gaan we zien. Dat is, maar ik denk dat het inderdaad de tijd anders is. En aan de andere kant ook iets toegerekend wordt. We hebben bijvoorbeeld in begin jaren nul, zeg ik maar even, van deze eeuw, is er heel veel opgeleverd in de stad. En dat is deels toevallig. Maar ik hoor nu ook mensen in de gemeenteraad en in de stad. Ja, vroeger toen is het nieuwe Wilming Theater gekomen, de ijsbaan is gekomen, de scholingsboulevard. Ja. Kijk al wat eerder naar het Van Heekplein met de parkeergarage en wat daar gekomen is. Ja, wordt dat dan toegeschreven aan, die wethouders kennen we vaak niet meer, of die ondernemers die eraan getrokken hebben. Maar dan is het de periode van die burgemeester geweest. Ja, ja. Tegelijkertijd ontkom je er volgens mij ook niet aan, maar ik ben heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt, dat zo'n burgemeester natuurlijk toch, wat je er verder, want dat is natuurlijk waar, is altijd een teamding dat je doet, maar de rol van de burgemeester is ook niet onbelangrijk. Die is wel significant. Zeker, maar bijvoorbeeld het Van Heekplein kan ik toch wel echt zeggen dat daar anderen aan getrokken. Ik ben zelf verantwoordelijk geweest voor de wederopbouw na de vuurwerkramp. Hè. Ja. We zijn het pas later Roombeek gaan noemen. Ja, dan heeft ook de burgemeester in die tijd een rol vervuld. Maar dan is het toch echt het team en bijvoorbeeld daar ook de woningcorporaties en anderen die daar samen aan sjorren. Dus het is ook wel echt het werk van veel meer mensen. Je bent lang wethouder, een behoorlijke periode wethouder geweest in deze stad. En nu als burgemeester, dus dat,
dat bestuurlijke werk, dat ken je van binnenuit. En tegelijkertijd is die rol van burgemeester, hoe anders is dat? Je kan nu een jaar terugkijken. Je zou kunnen zeggen, je wist waar je aan begon, maar misschien ook niet helemaal. Nee, dat klopt. Dat is ook altijd leuk, want ik ben een zwemmer en ik zeg ook altijd, ik spring in het diepe in het vertrouwen dat ik wel kan zwemmen. Mm-hmm. Maar dan hoef je dus niet precies te weten hoe diep is het of hoe hard is de stroming. Ja. Dan ga je ervan uit dat je wel weer boven komt en boven blijft. Hoe is dat gegaan het afgelopen jaar met de zwemoefeningen? We komen al richting waterpolo, zie ik. Ja. Nou ja, het is echt wel anders dan ik had verwacht. Ik wist dat de afgelopen jaren de rol op het gebied van openbare orde en veiligheid is enorm toegenomen. Burgemeesters hebben daar meer bevoegdheden voor gekregen. Criminaliteit verandert natuurlijk ook. Dus daar heb ik me echt wel in vastgebeten. Nou, daar heb je ook. Meteen heb je dat dossier, zeggen we dan, in Amsterdam, heb je vastgepakt volgens mij. Ja, klopt. Ja. Ja. Heb je niet gedraald? Nee, ik kreeg ook wel de opdracht van de raad om dat te doen, maar ik vond het zelf ook. Ik weet niet of ik in het vorige gesprek zei, maar in de tijd dat ik af en toe naar Enschede kwam, dus de jaren dat ik hier niet heb gewoond, zag ik ook zichtbare drugscriminaliteit in de stad toenemen. En dan dacht ik, goh, dat past toch niet bij Enschede? Het is lastig om vast te pakken. Het zijn natuurlijk vaak hele kleine, meestal jongens die dan kleine transacties doen. Ja, kleine incidentjes, maar die toch alles bij elkaar een gevoel van... Ja. Chaos of onveiligheid. Ja, een beetje onheimisch en je kunt er wel omheen lopen, maar ja, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Dus dat bijvoorbeeld iets waar ik echt aangepakt heb en ook wel op andere terreinen. Daar kun je misschien nog straks iets over doorgaan. En het tweede, wat ook wel toch alweer anders is dan je denkt, dat is dat burgervaderschap. Ik ben op heel veel plekken geweest, ook veel bij mensen thuis bijvoorbeeld, op uitnodiging of omdat er iets aan de hand was. Of met een zorgteam voor mij om in te werken. En of je nou bij een vrijwilligersorganisatie of bij mensen komt, het heeft toch iets magisch als de burgemeester komt. Dus ook als het iemand anders was geweest, hè, zeg ik erbij. Maar bijvoorbeeld bij bedrijfsbezoeken vorige week nog twee. De aandacht die je dan geeft, een soort erkenning, de belangstelling is heel mooi om te ervaren. Alsof er een lampje op mensen gaat schijnen. En soms kun je ook echt iets betekenen om iets op te lossen. Maar lang niet altijd, maar het is echt mooi om te doen. Is dat ook niet een beetje, ik kan me voorstellen, een soort van verlegenheid of zo. Dat je denkt van, ja, ik ben ook maar gewoon Roelof Bleker. Alsof mensen iets van jou verwachten of iets in jou zien waarvan je zelf denkt van, ja, ik weet het niet, ik doe gewoon mijn werk. Nou, ik maakte één keer mee dat iemand zei, ik wil een handtekening en ik ben een enorme fan. Ik denk, oké. En Ilse de Lange en landelijk nog iemand, of ik dan nog een relatie had. En ja, dus moest ik in een boekje, toen dacht ik, jeetje, wat overkomt. Maar die hebben het wel gedaan. Jawel, heb ik wel gedaan. Ja, was heel ontwapenend. Maar meestal valt het ook wel mee hoor. Maar het is wel zo van, goh, de burgemeester die heeft er echt tijd voor. Waarom kom je bij mijn bedrijf op bezoek aan de Reuvel bijvoorbeeld? Er hangt een soort aura omheen waarvan ik me kan voorstellen dat ik snap dat effecten dat heeft en dat kan prettig zijn, maar misschien ook wel een beetje raar. Want we tutoyeren, hebben we ook even afgesproken, maar volgens mij wil jij ook gewoon Roelof Bleker zijn. Ja, maar ik snap wel dat ik iets meeneem waardoor, ook bijvoorbeeld als je een lintje uitreikt natuurlijk, dat je daar ook, dan is het niet voor niks dat zo iemand een lintje krijgt. En toch ook eerlijk, ook bij die bedrijven waar ik op bezoek ga, dan heb ik gehoord dat er iets bijzonders gebeurt. Of dat iemand heel ondernemend is of zich inzet voor het hele bedrijfsterrein. Niet alleen voor zijn eigen zaak. Dus is het vaak wel een speciale aanleiding. En dan is het ook mooi dat mensen dat voelen. En ik heb natuurlijk ook druk. Dus dat je dan inderdaad anderhalf uur ergens bent, dat is gewoon mooi. Ja. Zijn er kanten, want... Ja, als ik jou zou vragen, ben je blij dat je deze keuze hebt gemaakt, dan zul je ongetwijfeld ja zeggen. En volgens mij straal je dat ook uit. Maar zijn er ook kanten waar je zegt van, nou, dat vind ik best lastig. Dat valt me ook wel tegen. Dat is een rol. Waar mensen vaak naar vragen is van, goh, persoonlijke bedreigingen, maak je dat mee? Dat zou het kunnen zijn. Ja, dat zou het kunnen zijn. Maar dat heb ik nog niet. Nee. En misschien komt het er ook helemaal niet, hè? Daar ga ik even vanuit. Dat heb ik niet aangetroffen. Nee. Wat ik soms pittig vind is dat de politiek wel echt veranderd is in 20 jaar tijd. Met 13 fracties, met scherpe debatten in de raad, wat enerzijds mooi is. Ja. Want dan kun je de verschillen laten zien. Anderzijds, hoe vind je elkaar toch ook?
Hoe zorg je dat ieder zijn rol kan vervullen? Ja. Hoe zorg je dat mensen niet geïntimideerd zijn door anderen? Nou, dat vind ik best wel een pittige rol. Het is aan de ene kant ook leuk, het is een soort topsport om de raad voor te zitten. Mm. En ja, waar ik ook wel naar zoek is, we hadden het net even over drugscriminaliteit op straat. Mm. Maar daaronder zitten natuurlijk mensen die heel rijk zijn geworden en worden van handel in allerlei verboden stoffen. En ja, waar komt dat terug in je stad? Hoe krijg je daar grip op? Hoe doe je dat samen met politie en recherche? Het is voor een deel ook grensoverschrijdend. Ja, dat is moeilijk vast te pakken. Dus dat vind ik ook wel een zoektocht. Ik denk dat we daar slagen in maken. Maar om dat met z'n allen beter te doen, dat kat-en-muisspel, zeg maar, dat is ook wel iets ja, waar ik nog volle middenin zit, zeg maar. Ja, dat snap ik. Misschien even naar die politiek, want je noemt dat. En dat is natuurlijk een plek waar ik jou ook veel tegenkom. In je rol als burgemeester, als voorzitter van die raad. Welke rol zie jij daar voor jezelf? Behalve dan natuurlijk, ja, je bent voorzitter van die raad, dus je moet al die fracties en al die raadsleden de ruimte geven om hun punt te maken. Tegelijkertijd hoor ik jou zeggen, nou ja, die reflectie van wat je maatschappelijk ook ziet, hè, is dat mensen tegenover elkaar staan en dat het debat soms op soundbites gevoerd wordt. Je hebt het nu een jaar achter de rug, je hebt het een jaar meegemaakt in die rol. Is er dan iets dat je denkt van, ah, weet je, ik zou die kant op willen en dat betekent dit voor mijn rol en voor hoe ik me opstel als voorzitter van die raad? Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat ik dus neutraal en boven de partijen die vergadering voorzit. En ook wel dat het niet te lang duurt, niet ellenlang duurt, maar dat er ook een beetje voortgang in zit en niet zaken die we al lang van elkaar weten steeds blijven herhalen. Ja. Nou, daar krijg ik goede feedback op. Wat ik wel hoor is van, nou, non-verbaal is voor mij soms wel af te lezen. dat ik denk, schiet eens wat op. Of ik niet. Wou er dus, niet over beginnen, maar... Nou, dus daar moet mijn pokerface nog wat verder oefenen, heb ik begrepen. Dus daar zal ik mijn best voor doen. Ja, ik ga nu met een rondje maken. Even los daarvan, hoe belangrijk is dat? Je bent ook gewoon mens en ik denk de emoties die jij voelt op zo'n moment, als voorzitter in zo'n raad, zijn niet zoveel anders als de emoties die ik voel op de perstribune of mensen die thuis zitten te kijken waarschijnlijk. Ja, maar dat weet ik niet. Hè? Dus, nee, dat snap ik. Maar... Kijk, als het gaat om als iemand steeds maar terug blijft komen en nu is het een keer genoeg geweest, weet je, dan denk ik dat het dezelfde emotie is. En dan mag ik ook wel wat ongeduld laten blijken, hoor. Dus je hoeft daar niet helemaal de hele tijd zo te zitten. Nee. Maar je moet wel uitkijken dat als iets is waar je het inhoudelijk niet mee eens bent, dat je dat te veel laat maken. Nee, dat oké, evident. En ja. Nou, dat was blijkbaar ook wel eens van mijn gezicht af te lezen, dat wist ik niet. De oude sociaaldemocraat, partijloos, maar toch in je hart heb je natuurlijk je overtuigingen. Ja, nou ja, toch hoe je, ja, of in de stad, hoe je met zachtere belangen omgaat of met zachte waarden, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Waar kijk jij naar als je terugkijkt op het afgelopen jaar? Het is van alles gepasseerd. Hè? Het is een beetje post-corona geweest. Dat is een soort, nou, ik kan me voorstellen dat een voordeel is. Je bent begonnen met een nieuwe coalitie, eigenlijk pal na de gemeenteraadsverkiezingen. Een frisse start in allerlei opzichten. Ja. Maar goed, er kwamen nog wel dingen op ons pad. Hè? Asielopvang, 500 plekken op het vliegveld met een soort van wonderlijke aanwijzing. Wat zijn dan momenten waarop jij terugkijkt en denkt, dit is heel markant geweest voor mij voor het afgelopen jaar? En misschien ook in jouw nieuwe rol als burgemeester en wel hierom. Ja. Nou, de vluchtelingenopvang op het vliegveld, hè, die 500, daar stapte ik middenin. Dat liep al. En dat hebben we denk ik goed afgerond. Voor mij is dan het meest opvallend toch de Oekraïneopvang. Die we voor Twente en voor Enschede hebben georganiseerd. Dus op Twente op veel hele mooie locaties en in Enschede, na een tijdje voorbereiding op twee locaties, toch echt honderden mensen. Dus dat vind ik heel mooi. Recent ook in Boekelo, daar ga ik binnenkort ook langs. Daar zitten ook meer gezinnen. Ben dus er niet geweest, begrijp ik. Jawel, ik ben er wel geweest. Maar ik ga nu, omdat het een jaar ook is dat die oorlog speelt, ga ik terug. Ja. En toen ik er was, was eigenlijk aan het begin. Dus toen waren ze net aan het inhuizen en aan het opstarten. Ja. Dat vind ik een belangrijke, markant punt. En wat maakt dat markant? Even los, bedoel, die oorlog en alles wat ermee samenhangt is natuurlijk... Ja, dat heeft het afgelopen jaar getekend, ons allemaal, denk ik. Ongetwijfeld ook jou. Maar
als het om die opvang gaat en misschien dat regelen met elkaar ook Twente Breed? Ja, nou Twente Breed dat goed gelukt is, maar ook ik ben bij mensen thuis geweest die Oekraïners opvangen. En als bijvoorbeeld een gezin waar twee kleine meisjes zijn die nu weer samen in een logeerbed of in een stapelbed zitten in plaats van op hun eigen kamer. Zodat twee mensen uit de Oekraïne een andere kamer kunnen bezetten. Ik vond het heel heftig, de impact op zo'n gezin, maar dat zo'n gezin dan zegt, het is alsof ze er altijd al bij zijn geweest. En je hoort nu ook wel, hè, ook op televisie zie je dat in sommige huishoudens en gezinnen de opvang niet meer, dat het toch heel ingewikkeld wordt na een tijd. Maar ja, dat ontroerde mij echt. Maar ook dat we op een wat grotere schaal gewoon de plekken vinden en mensen opvangen. Dat maar dan raak je eigenlijk aan dat burgemeesterschap in de zin van bestuurder. Ja. En je moet dat met elkaar regelen binnen Twente. Dat zijn cijfers en aantallen en locaties en logistiek en alles wat erbij samenhangt. En ik hoor jou ook zeggen, dat is ook dat burgervaderschap. Waar een gezin in Enschede ruimte maakt voor vluchtelingen. En, en dat ontroert je dan. Ja. Ja. Dat is een belangrijke. En het tweede, we raakten het net even aan. Ik vond het een heel markant moment dat ik terugkreeg uit de stad. Het is rustiger geworden in de binnenstad. We zien minder dat er gedeeld wordt. Daar heb ik ook gevraagd van, is dat ook iets wat winkeliers aangeven? Ja, daar in die straat rustiger geworden. Dat is geen garantie voor de toekomst, zeg ik erbij, want het kan weer af en toe opkomen. Ik heb echt het idee dat we dat in een combinatie van cameratoezicht, in een snellere samenwerking met de politie, dat zij veel meer kunnen doen, dat we samen veel meer kunnen doen. En uiteindelijk zeg ik dan tegen mensen, de komende 3 maanden bent u niet welkom in de binnenstad. En wat je dan ziet is dat vaak vertrekt zo iemand echt en komt niet terug. Neemt ook een paar mensen mee. Soms na 3 maanden weer, maar vaak ook niet. Dus dat het echt ontmoedigt. En het mooiste is waar ik dan ook op doorvraag, van goh, leidt dat tot nieuwe plekken dan misschien in een woonbuurt aan de rand van de binnenstad. Ja. Tot nu toe krijg ik terug. Die zogenaamde hotspots zien we nog niet. Dus, dat waterbedeffect waar we het wel eens over hebben, dat lijkt een beetje uit te blijven. Ja. Maar goed, het is nog geen einde oefening. Hè? Er zijn nog slagen te maken als het gaat om. Ja, dat is een work in progress natuurlijk. Het blijft altijd. Ja. Maar dat zoeken naar veiligheid. Wat moet er nog gebeuren in de komende Nou, wat ik ook denk dat we ook achter de schermen, in de horeca is het ook rustig. En daar is wat minder zichtbaar in mijn rol. Maar heb ik ook achter de schermen wel hier en daar gesprekken opgevoerd. We hebben nu weer een soort gele kaartensysteem, dat als iemand eenmaal ergens niet welkom is, nergens meer welkom is, hebben we terug kunnen invoeren. En daar werken de horeca-ondernemers ook allemaal aan mee? Daar hebben ze ook om gevraagd. Dat hadden we in het verleden, dat is niet mijn prestatie, maar dat mocht niet meer in het kader van hoe je persoonsgegevens uitwisselt. Hebben we nu weer geregeld. Maar dat kan onder gemeentelijke wetgeving, kan je dat richten? Dat kan nu weer, ja. Ja, okay. Ja. Dus dat is mooi. Waar ik zelf vind dat we nog te veel politiecapaciteit voor nodig hebben, wat eigenlijk jammer is voetbal. Ja. Voetbal moet een feestje zijn, moet een plezier zijn om naartoe te gaan genieten. En natuurlijk hoort er ook bij dat de tegenstanders zich laten horen. Zeker en fans in het stadion hebben. Ja, maar als je ziet, het staat niet eens altijd meer in de krant, dat toch hoe vaak de ME ingezet moet worden. Bijvoorbeeld na een wedstrijd. Soms lijkt het wel los te staan van de uitkomst van de wedstrijd. Ja, dan denk ik dat kost maatschappelijk te veel inzet. En, maar ook een lastig te tackelen probleem, kan ik me voorstellen. We hebben het er al jaren over. Hè? Ja, maar we zien dat in coronatijd is natuurlijk een tijd lang veel minder, geen publiek of veel minder publiek geweest, geen uitpubliek. Een beeld is ook dat jonge fans die heel fanatiek zijn, minder zijn opgevoerd door de oudere garde. Nou, ik weet niet of dat voldoende verklaring is. Maar FC Twente is zelf ook wel druk om te kijken van die overtredende regels en evident, het stadionverbod. Die club zit er ook mee in de maag. Dus ik hoop dat wat rustiger wordt de komende jaar. Ja, snap ik. Ja. Maar behalve hoop, het is fijn om hoop te koesteren als burgemeester, maar ik kan me voorstellen dat het iets concreter mag zijn ook. Nou ja, we hebben voor het eerst eigenlijk fans uit Utrecht dit jaar waren niet welkom bij een wedstrijd hier. Dat is echt een zware maatregel. Ja. Je ziet dat nu in Arnhem ook is gebeurd met ook die fans uit Utrecht. Wat voor reacties krijg je op dat soort maatregelen? Want het zijn ook wel weer impopulaire maatregelen in zekere zin. Ja, ja. Nou ja, ik denk eigenlijk een soort dubbele. Heel veel begrip. Zo van want dat kan toch ook niet meer. Dat vinden we Hoe wij met voetbal, dat vinden we met z'n allen. Nee.
Ook al verpest dan een kleine groep het voor een grote groep, ja, nou dan doen we het maar zo. Dat is een reactie. Vanuit supportersgeleding zelf, vanuit Utrecht, kregen wij direct de bezwaar en we willen demonstreren. En wat er eigenlijk onder zit, volgens mij, is de zorg van, gaan we die toe naar een situatie dat straks in de eredivisie uit publiek niet meer welkom is. En dat zou heel jammer zijn. Ja, dat zou jammer zijn. Ja. Maar goed, hoe zorgen we dan met elkaar dat niet een paar mensen het verpesten voor iedereen? Ja. Daar moeten we wel dan naar een nieuw evenwicht komen in Nederland, denk ik, de komende paar jaar. Ja. Nog even zo'n dingetje, openbare orde. De afgelopen jaar de boerenprotesten. Ik zie ze hier nog staan, de trekkers op het IJ van Co. Is eigenlijk best goed gegaan hier ook. Ja. Of kijk je er anders naar? Nou, hier wel. Ik vond het hier een demonstratie. Ik heb het toch liever dat ze het aankondigen en dat we het even kunnen afspreken hoe we dat doen. Ja, ja. Want het was wel erg improviseren. En hier ging dat op een nette manier. Maar je ziet ook plekken waar het anders is gegaan. Vond je het spannend toen die trekkers hier... Eigenlijk had ik het idee, dat gaan we gewoon goed doen. We kennen natuurlijk ook... Onze buren wel, onze nobers wel, onze boeren in het buitengebied. Ik ken ze niet allemaal persoonlijk, maar de bandjes zijn er wel. Dat doen we gewoon netjes. Dus dat vertrouwen had ik wel. Ook al weet je het nooit zeker. Ja. Maar als ik anderzijds kijk, ook in Twente, hoe daar snelwegen geblokkeerd zijn. Het is lastig voor de politie om daarop in te grijpen, maar eigenlijk vind ik dat te ver gaat. Ook bijvoorbeeld hoe Twents, onze afvalverbrander, die is een tijd geblokkeerd geweest. Nou, eigenlijk voordat dat echt vervelend werd, zijn ze wel weer vertrokken. Ik vind dat wel ver gaan. Ik snap de emotie. Hè. Mm-hmm. Het is niet alleen gewoon een beroep wat je hebt, het is een manier van leven. Je bent geworteld met die grond. En als je dan de hele tijd gestimuleerd bent om de ene kant op te gaan en nu loop je met z'n allen tegen de muur. Dat je denkt, ja, hoe kan dat nu en wat dan wel en dat je geen perspectief ziet. Dus frustratie kan ik me voorstellen. Maar snelwegen blokkeren, urenlang en daardoor het hele land vastzetten, vind ik te ver gaan. Ja, het zijn natuurlijk signalen van iets dat je in de maatschappij veel meer ziet. Hè, is dat mensen zich kennelijk onvoldoende gehoord, vertegenwoordigd, voelen. En dus het lijkt wel steeds driestere maatregelen nemen om dan toch gehoord te worden. Ja, ik weet niet of dat echt zo is hoor. Ik weet in de jaren 80 is er ook mestwetgeving gekomen. En toen werd er ook mest op de snelwegen gespoten. Ja, ruilverkavelingsrellen. Dus het is ook een pittige beroepsgroep die ook wel wat stevige middelen in huis heeft. Ik doelde eigenlijk ook gewoon op een breder sentiment in de samenleving. Dat mensen zich misschien wat minder geëngageerd, minder met de politiek. Allemaal het vertrouwen neemt wat af. Weet je, dat soort geluiden die we in ieder geval horen en die ik voor een deel ook wel herken. Ja. Plaats jij dat in dat perspectief ook? Is dat mensen om die reden misschien wat heftiger tekeer gaan dan dat het overleg misschien wat stokt tussen allerlei groepen in de samenleving? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het in ieder geval, wat in Nederland heel mooi is, dat we een enorme open democratie hebben. Mm-hmm. Dus ook al roepen mensen soms, wij worden niet gehoord, dat hoor ik toch heel vaak. Hè? Dus volgens mij worden ze dan wel gehoord. En we hebben ook een manier dat politieke partijen ook makkelijk kunnen opkomen. Hè. Dus als je ergens niet mee eens bent, zie nu de opkomst van BBB. Ja. Straks provinciale verkiezingen, worden ze wel of niet groot. Is dat een kracht of is het een zwakte? Is het ook we hebben er ook wel last van, hè, die fragmentatie. Ja, maar ik vind dat voor zeg maar de open en de toegankelijke democratie, vind ik het, dat je dus gehoord wordt, dat je vertegenwoordigers kunt kiezen. En dat die dan ook een stem hebben. Ja, dat vind ik waardevol. Ja. Het maakt het niet altijd bestuurbaar, zeg ik erbij. Maar dat is dan mijn probleem. Maar als samenleving als geheel vind ik het wel goed. Ja. Ja, precies. Even terug naar, we hadden het net even over die Oekraïne-opvang en dat in Twents verband regelen. Dat is natuurlijk ook een rol, hè? Voorzitter van de veiligheidsregio. Ik ben voorzitter van die 14 Twentse gemeentes die samenwerken. Je was positief over het beeld dat je had over die samenwerking in Twente. Dat zul je denk ik nog zijn, kan haast niet anders. Hoe is je dat bevallen in het afgelopen? Status quo, heeft zich dat ontwikkeld? Wat gebeurt er daar op Twentse schaal? Ik kan er nog twee dingen uitlichten. Eén is de Twente Board, dus de sociaal-economische samenwerking die we hebben. En het andere is, waar we nu mee bezig zijn, is kijken of we ook een asielopvangopgave die Twente krijgt, of we die met elkaar gaan vervullen.
Dat laatste is nog spannend. Daar moet nog echt voor wat gebeuren. Er zijn gemeen... En wat maakt het? Kan je kort schetsen waar de spanning zit? Wat het spannend maakt? Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk met heel veel crisismaatregelen een toenemende asielinstroom moeten opvangen. Dat komt omdat het Rijk dat eigenlijk niet goed op orde heeft. En die heeft nu de gemeente gevraagd, en er is nu ook wetgeving, dat eigenlijk elke gemeente zijn deel van de asielopvang moet gaan organiseren. Ja. En dat loopt dan via provincie en regio. Dus we kijken nu in Twents verband, wat is dan de opgave die we hebben om voldoende goede plekken te vinden voor asielzoekers. En eigenlijk heb je het dan over structurele plekken. Hè? Dus niet meer dat hap-snap-werk, alleen als de crisis is gaan we gauw wat doen. Maar dat structurele regelen, dus nu komt er een structurele vraag. Precies, ja. Dus niet van noodopvang naar noodopvang en weer verlengen. Dat wordt ons nu ook nog een keer gevraagd, maar ondertussen bouw wat meer capaciteit op. Maar dan zijn er niet zo heel veel gemeentes die de vinger opsteken en zeggen van nou, weet je, dat fixen wij voor jullie. Nee, maar doordat je nu die wetgeving hebt, waarbij iedereen dus zijn deel moet doen, dan wordt het makkelijker. En daarom is nu, ondanks dat gemeenten denken, jeetje, we hebben moeite om onze voor eigen mensen voldoende woningen te vinden. Ja. We hebben al Oekraïne-opvang gehad, we hebben al noodopvang gedaan. Nu met in de gemeenteraden vinden nu de gesprekken plaats van oké, als wij wat moeten, kunnen we dat dan, willen we dat dan? Of als je een kleine gemeente bent en het lukt je niet goed, ga je met de buurman in gesprek? Dus dat vindt nu plaats, voor een deel achter de schermen, maar ook gewoon echt in de gemeenteraden nu. Ik verwacht daar de komende 2 maanden uitkomsten van. Of we dat helemaal gaan halen is nog maar zeer de vraag. Ja. Uitkomsten maar, in de zin van dat elke gemeente aangeeft van nou, dit pakketje nemen wij voor onze rekening, dit is ons voorstel, dit gaan wij doen. En dan kijk je of je er met elkaar uitkomt. Ja. Of dat gemeenten zeggen wij doen het niet en wij willen het niet, dat kan ook. Wat zeg je dan tegen zo'n gemeente? Want dan heb jij toch een bijzondere rol, kan ik me voorstellen. Nou, we hebben nu op Twents niveau een asieltafel ingericht, een regietafel voor die asiel. En daar vindt dat gesprek plaats. Er is een collega van mij die dat voorzit. Kan je een inkijkje geven? Want ik ben wel benieuwd. Ja, misschien is het nog niet concreet, is het te hypothetisch hoor. Maar ik kan maar, als er 13 gemeentes zeggen die hun deel doen, en dan zegt er eentje van ja, wij doen niet mee, dat is toch lastig lijkt me. Nou, dan zou het nieuws zijn. Dat heb ik op dit moment niet. Nee. Nee, dus dat toevallig hebben we het er vanochtend over gehad hoor. Maar veel gemeenten zeggen van nou, wij komen over 2 weken hiermee. Of wij hebben een raadsdebat dan en dan. Het moet lijkt of wij lukken, wat gaan doen. Nee, dat, zover zijn we nog niet. Okay. Nee. Dat is achter de schermen. En dan het tweede punt wat ik noemde was Twenteboord. Dat vind ik heel interessant. En een heleboel mensen zullen niet weten wat dat is. Nee. Nou ja. Maar we werken op Twents niveau samen met gemeenten, maar ook met onze kennisinstellingen zoals Saxion, het ROC en de universiteit. En met het bedrijfsleven aan samenwerken voor Twente. En, 25 miljoen opgehaald. Dat is dus inderdaad net een mooi resultaat. Toch ook wel spannend of dat zou lukken. Dus net 25 miljoen. Ze hebben zwaar. We hadden Wim Boomkamp toevallig van de week in het programma. Dus ze hebben zwaar ingezet en ze hebben gekregen wat ze eigenlijk wilden hebben. Dus slim gespeeld. Ja, nou ja, ik denk dat we ook gewoon een goed plan hebben. Maar ook gelobbyd hebben om dat voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk om heel breed, hè, die sociale economie in Twente, om die een lift te geven. En dat is, hoe zou je het kunnen zeggen, een beetje buiten de normale bestuurlijke tafels georganiseerd in de Twenteboord. Die hebben potjes om dat te kunnen gaan verdelen. Ja, en die zorgen dus ook voor aanvulling van die potjes. Ja. En waar in het verleden het heel erg gericht was op een toptechnologische regio in het groen. Mm-hmm. Dus heel erg gericht was op de universiteit en op spin-offs en high-tech. Zeggen we, oké, dat is één deel, maar het bredere Twentse bedrijfsleven moet er zeg maar ook het nut van inzien. Van die Twenteboord en die samenwerking. En maatschappelijke opgaven moet je ook aanpakken. En daar hebben we echt wel een verschuiving gehad het afgelopen jaar in die koers. Van de high-tech naar ook gewoon naar, de ambachten. Ja, en de naar toepassing. Bijvoorbeeld als het gaat om. In de zorg zien we tekorten. Hè? Ja. Dus verplegend personeel, huisartsen bijvoorbeeld ook in Enschede. Ja. Hoe daar ons ook meer op die maatschappelijke vragen richten, zodat de Enschedeër en de Twentenaar ook kan zien. Ja, daar werken ze met elkaar aan. Misschien niet vandaag succes, maar daar kun je met je bedrijven, met je kennisinstellingen samenwerken. Ja. Nou, daar hebben we nu een soort koersverschuiving in gevonden.
En bijvoorbeeld ook de energietransitie. We moeten naar duurzame vormen van energie. Ja. Nou, opwekken lukt ons wel met zon en met wind. Ook al is wind natuurlijk omstreden op veel locaties. Een hele acute en recente discussie. Daar gaat het niet uitgebreid over, maar in het maar energieopslag, wat voor batterijtechnologie is er dan? En dan zijn er hele interessante bedrijven hier, maar ook over de grens die daaraan werken. Ook de UT en Saxion. Ja. Dus dat soort dingen bij elkaar brengen, nou, dat staat niet elke week in de krant, maar dat is wel mooi wat ook in die Twente-boord gebeurt. Dus op Twents niveau vroeg je van wat gebeurt daar? Nee, precies. Nou, en welke, want misschien dicht ik jou een te grote rol toe, hoor, maar welke rol heb jij daarin als burgemeester van de grootste gemeente van Overijssel, maar dus ook van Twente? Nou, er zijn 10 leden in de Twente-boord en er is een vaste plek voor de burgemeester van Enschede. Ja. Dus die 10 leden zijn dan 3 uit het onderwijs, 3 uit het bedrijfsleven en nog... 3 andere namens de andere gemeenten. Dus, precies. Ja. En misschien toch nog heel even over die Twente-boord. Dat is een beetje een proces geweest dat nou net voor jouw tijd zich aan het ontwikkelen was, hè, voordat jij burgemeester werd. Maar toch echt het afgelopen jaar zijn beslag wel heeft gekregen. Die Twente-boord staat, uitvoeringsorganisatie hieronder gekoppeld. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar als democraat naar kijkt. Want het is ook wel een wat ingewikkelde constructie. Georganiseerd buiten de directe democratie. Hè? Dus een apart orgaan in het leven geroepen. Met een BV als uitvoeringsorganisatie. Welke democratische sturing zit daar nog? Die zit er ongetwijfeld. Maar hoe kijk jij daar tegen? Het is altijd lastig als je samenwerkt met elkaar. Met meerdere gemeenten. Dan voelt een gemeenteraadslid zich vaak wat op afstand staan. Want dan... spreek je de wethouder op aan, dan zegt de wethouder, ja, maar dat hebben we afgesproken met 13 anderen. Dus ja, als u nu wil dat dit anders moet, dan moet ik weer met 13 mensen. Eigenlijk hetzelfde spel, Europa, nationaal, maar dan op lokaal niveau. Ja, dus dat is best lastig. Ja. En dan, wat we dan wel enig doen, hè, wat voor kaders zijn er dan? Dus voor de komende 5 jaar hebben we nu een strategie afgesproken in die Twente-boord. En dat moet dan ook echt de instemming hebben van gemeenten. En de bijdrage vanuit gemeenten, hè, dus gewoon wat er... vanuit de begroting van Enschede naar die Twente-boord. Daar gaat elke raad zelf over. Dat is nu weer voor de komende jaren vastgesteld. Ja. En ik ben wel trots op dat ons dat veel beter gelukt is dan de vorige ronde. Dus dat we dat nu echt geborgd hebben met 14 gemeenten en dat iedereen meedoet. Is het een experiment, Roelof? Is dit meer gebeurd? Of gebeurt dit meer op meer plekken in Nederland? In deze samenwerking? Ja, je ziet hier wat ze dan met een mooi woord triple helix. Hè, dus de O's van overheden, onderwijs. En ondernemers, dat zie je op veel meer plekken. Ja. Het mooie van Twente is toch echt wel echt een regio. En daar voelt het ROC werkt op Twentse schaal. De Saxion voelt zich Twente natuurlijk ook Deventer, maar iedereen voelt die Twentse schaal. Dus het is hier eigenlijk veel meer dan een experiment, het is hier eigenlijk heel logisch. En we zoeken hier ook altijd wel naar nog meer verbetering. Maar ik heb ook in andere regio's gewerkt, daar is het vaak ingewikkelder. Dus ik hoop Omdat die gezamenlijkheid minder gevoeld wordt. Ja, omdat je bijvoorbeeld... Twente, tukkers zijn allemaal tukkers, dat ook, gevoel? Ja, en dus ook bijvoorbeeld de afvalinzameling doe je op Twents niveau. Mm-hmm. De vuilverbranding doe je op Twents niveau. Als wij het hebben over zorg en een GGD, is het toch logisch om dat op Twents niveau te doen. Voor ons is dat heel logisch, maar... Ja, en in andere regio's doe je soms met iets met 5 gemeenten daar, dan met je regio op Lassewaard, dan met Zuid-Holland-Zuid. Toevallig heb ik daar wat gedaan. En dan kijk je weer die kant op. Hè. Hier kijken we toch heel vaak met Twente. En dan doen niet altijd alle 14 gemeenten mee. Maar dat is wel de logische plek om zaken samen te doen. En dat moeten we denk ik koesteren. Ja. Daarom vond ik ook bij 100 dagen, ik zei die samenwerking. Vroeger zat er nog wel spanning bijvoorbeeld tussen de steden. Dat heb jij meegemaakt natuurlijk als wethouder. Heb ik meegemaakt als wethouder. Ja. Of soms ligt dat aan personen, maar vaak toch ook wel aan belangen. Ik heb het idee dat dat soepeler en beter is dan... Ja, en dat idee heeft zich bestendigd. Dat is niet, dat is niet gekanteld. Nee. Sterker, nee, precies. Nee. En nog het is zelfs zo'n gevoelig punt als asiel. Je sprak het er net over. Ja. We zijn er niet, maar we zijn onderweg. En misschien lukt het ons niet, maar dan... Ja, hebben we wel met elkaar het goede gesprek gehad en ook elkaars kaarten laten zien. En hoop ik dat we er gewoon wel komen. Ja. Ik wil nog heel even met je naar de EU-regio, nog een iets grotere schaal. Ja. Want ook daar speelt Enschede natuurlijk een heel belangrijke rol. Nou ja, op die schaal... Dat mocht wel belangrijker zijn. Nee, dat bedoel ik niet. Ik geloof dat 124 gemeenten zijn of zo. Nee, dat snap ik. Maar ook dat is een gebied in ieder geval. Ik bedoel, Enschede, we hebben wel eens gezegd, ligt niet aan de rand van Nederland, maar ligt midden in EU-regio. Wat ons motto nu bij het nieuwjaar, mensen vragen al, Enschede is ver? Nee, Enschede is verder. Zeggen wij.
Nee, maar de grens is voor ons, ja, die is er in wetgevingszin wel, maar mensen werken en recreëren en doen veel over de grens. Dus wat wil je vragen? Nou, mijn vraag is eigenlijk hoe jij het afgelopen jaar jou en die plek van Enschede, maar dan ook jouw rol daarin. Je hebt natuurlijk, Oliver Veldhuis heeft daar in mijn gevoel heel veel gedaan. Ja. Dat hoorde je ook terug, hè, van burgemeesters uit Duitsland en mensen die in uw regio actief zijn. Nou, jij bent in zijn voetsporen getreden. Hoe is je Duits? Ik heb Duitse les gehad. Het Onno spreekt natuurlijk. 8 lessen, huiswerk. Nou, ik kreeg, wat was het vanochtend of gisteren, een compliment. We hadden overleg gehad met de politie en het Openbaar Ministerie over de grens. Daar had je het al over, hè? Veiligheid speelt ook, ja. Speelt die grens ook niet zo'n rol. Ja, toen had ik notabene even samengevat voor de Duitsers wat er gezegd werd. En wat ik was aan het vertalen geslagen. Ik zie dat je er trots op bent. Ik was verrast, ik vond het zelf nog een beetje hakkelen. Maar zij waren blij dat ik het gedaan had. Dus, maar hoe gaat dat in de regio nu? Gewoon even. Ja, nee, de echte. Met Grono hebben we de banden aangetrokken. Dus hebben we nu een samenwerking, ook op papier. Met Duitsland moet je dat altijd goed ook inregelen. Er wordt nu gebouwd, geloof ik, hè? Er is net al een heel mooi een bakkerij geopend op de grens. Aan de overkant wordt nu, waar veel overlast was, wordt nu een pand gesloopt en gaan we nieuw bouwen. We hebben meer thema's afgesproken om samen te werken. En met Grono en Niels van den Berg. Als bestuurder, als wethouder, die trekt er ook aan samen met mijn collega in Duitsland, in Gronau. Dus dat hebben we versterkt. Volgende week hebben we een overleg met het college van Münster. Dat is eigenlijk onze partnerstad, waar we ook afgelopen jaar zeg maar de partnerverenigingen ontstaan zijn. Dus dat is leuk. Ik moet eerlijk zeggen, daar is Onno van Veldhuizen, die was daar heel intensief mee bezig. Dus dat moet ik nog een beetje ook op dat niveau komen. Nou, volgende week een nieuwe stap. En verder op die regionale schaal zoeken we naar dat is bepaalde subsidieregelingen die daar zijn, Interreg, en dat is veranderd. En nou, dat zijn we nu weer aan het doorontwikkelen met elkaar. Dus daar werk ik ook aan mee. Ja, precies. Ja. Misschien tot slot, Roelof, je hebt nou een jaar achter de rug. Misschien heb je het al genoemd, hoor, maar wat is voor Enschede in de komende jaren? Ik weet niet hoe lang jij van plan bent burgemeester te blijven, voor zover het aan jou ligt. Je zult nog geen einddatum in je hoofd hebben, kan ik me zomaar voorstellen. Nee. Dus dat gaan we zien. Maar in die periode, wat is de grootste uitdaging, als ik jou dat vraag? Heb je die al genoemd? Nou, voor de komende tijd, we hebben ruimtelijke uitdagingen. Ja. Onze bedrijfsterreinen zijn overal vol. Dus wij zoeken eigenlijk gewoon bedrijfsterreinruimte. En dat is altijd ingewikkeld. Ja, natuurlijk bij Almelo een beetje aan het... In Almelo, dat is heel goed voor grote, grote bedrijven, de grote ruimtevreters, die kunnen daar terecht. Maar voor reguliere Enschedese, Twentse bedrijven. En dat is altijd gevoelig als je dan in ons buitengebied, waar kun je dat wel en niet doen? Dus een ruimtelijke visie voor Enschede. Per definitie, hè? Zonnevelden, windmolens, gaat allemaal over ruimte. Ja. Ja. Dus daar is echt belangrijke besluiten. En wat ook wel een zoektocht is, alle prijzen zijn de afgelopen maanden natuurlijk enorm gestegen. Energie, maar ook boodschappen. Daar zijn tijdelijke maatregelen voor getroffen, maar nu zie je dat mensen, de cao's gaan omhoog, er wordt gestaakt, mensen wisselen vaker van baan. Ja. Er zijn ook veel kansen voor mensen, want er zijn heel veel vacatures. Dus lukt het Enschede om maatschappelijk, om voldoende te verdienen, om goed rond te kunnen komen met je inkomen. Ja. Daar zit ook altijd wel een zorg in Enschede en nou hoop ik dat we deze korte periode van prijsstijgingen ook kunnen opvangen met inkomensstijgingen. Ja, snap ik. En dan echt tot slot, persoonlijk, als burgemeester, burgervader misschien, bestuurder, burgervader. Waar zie jij voor jezelf de grootste uitdagingen? Misschien wel eentje waar je van, daar heb ik echt heel veel zin in. Of denk van, nou, dat vind ik best lastig. Maar wat is jouw grootste uitdaging? Aansluitend op dat eerste, toch wat meer ook met de gemeenteraad, met de stad samen. Waar werken we naartoe? Wat voor soort toekomstvisie hebben we? Mm-hmm. Hebben we die toekomstvisie of moeten we die nog veel duidelijker definiëren? Vroeger maakte je die en dan was het net alsof je daar naartoe ging werken voor 20 jaar en zo werkt het ook niet. Dus een beetje een moderne vorm dat je weet wat zijn nu de uitgangspunten of waar willen we naartoe, in ieder geval ruimtelijk. Dat we daar wil ik ook echt een belangrijke rol in vervullen. Ja. Dus die stip op de horizon wat duidelijker met elkaar definiëren. Ja. Ja, okay. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Ook voor een raad met 13 fracties. Mm-hmm.
Dat je in ieder geval voor een kerndeel van de raad het gevoel hebt, daar werken we samen aan. Daar is denk ik behoefte aan. Maatschappelijk, ik hoop toch dat het even voor mij persoonlijk ook als burgemeester dat gevoel dat ik op heel veel plekken welkom ben. Dat mensen ook voelen dat ik een burgemeester ben die de stad kent en die de stad lief heeft en die daar zijn energie in stopt. Dat ik dat weet uit te bouwen tot het gevoel van de stad, de gemeente, die geeft ook om mij. Ik word gezien en als er wat is, dan kunnen we daar ook terecht. Dus de wisselwerking met de stad. Ja, dat daar het goede gevoel voor. Ja. Die stad heb ik gemaakt, maar ja. Dat ik dat voort kan bouwen. Nou, ik nodig je van harte uit om wat vaker bij ons aan te schuiven en met de stad in gesprek te gaan. Ja, nou ja, ik kwam jou bijvoorbeeld tegen toen. Toen het Marokkaanse elftal bij het WK ver doordrong. Ja. Nou ja, daar kan je over twitteren, maar je kan ook even samen met supporters uit die groep dan even die wedstrijd bekijken. Is ook zo. Nou, dat soort dingen, dat doorklinkt van een burgemeester voor iedereen. Ik hoop dat ik dat kan uitbouwen. Mooi, dankjewel.